allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is zover jongens, eindelijk, hè, wat heeft dat lang geduurd zeg, vakantie. Ik ben gewoon een maand vrij en ja, lekker vakantie. Ik ga er in ieder geval er weer eens even lekker, ja, lekker goed van nemen in mijn vakantie. Ja. Ik wou eigenlijk naar buiten, maar jee, wat is het weer slecht. Het is koud buiten, koud, verschrikkelijk. We gaan echt een enorme koud weekend gaan we tegemoet. Dus ja, lekker binnen blijven hoor, ik vind het veel te koud. Dus, maar goed, in ieder geval heb ik vakantie. En ja, super blij mee. Eindelijk, ik heb hier zo lang, heb ik hiernaar gesmacht. Om lekker vakantie te nemen, want ik was nogal aardig moe, was ik ook. En ik zat er eigenlijk een beetje doorheen eigenlijk. Ik was het eigenlijk zat eigenlijk. En nu heb ik tenminste een maand de tijd om lekker te genieten. En even bij te komen van een jaartje hard werken. Dus ja, heerlijk, heerlijk. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Vorig jaar lukte het niet helemaal. Toen zat ik nog, het kwam gewoon uren tekort. En toen moest ik langer door blijven werken. Gelukkig heb ik dit jaar heb ik een beetje lekker gespaard. En een beetje verzameld. En nu red ik het gelukkig wel aan. Heerlijk jongens. Eindelijk lekker vakantie. Heerlijk. Ik ga lekker vloggen ga ik. Als het tenminste niet zo koud is buiten. Want het is echt, het is verschrikkelijk koud jongens. Oh, verschrikkelijk. En ja, ik wil er ook wel weer een beetje gaan livestreamen, wil ik. Ik wil GTA weer live gaan streamen. Ik wil weer, misschien wel Planet Coaster, Metro Simulator, Euro Truck Simulator. Ik wil toch wel weer lekker gaan livestreamen, jongens. Dus er komen ook weer livestreampjes aan. Ik ga het eventjes bukken, want mijn lampjes staan nog niet aan. Kijk, jongens. Oh, kijk, gezellig. Even de lampjes aan. Vind ik altijd zo gezellig, even de lampen aandoen. Dus heerlijk. Lekker vakantie. Lekker genieten van mijn vrije dagjes. Ik ga, als het goed is, ga ik nog een hoop dingen doen. Waarschijnlijk ga ik ook nog. Dan moet ik even kijken of dat gaat lukken. Ik wou eigenlijk nog een dagje wou ik mee gaan lopen met. Of nou ja, een rondje mee gaan lopen met een kennis van me, trambestuurster Naomi. Ja, de laatste tijd niet echt veel contact gehad. Maar ik heb het ook ontzettend druk gehad. Ik had ook niet echt heel veel tijd. En zij is ook altijd heel erg druk op de tram. Dus ik zou nog een keertje een rondje met haar meerijden. En dat ga ik waarschijnlijk ook doen in mijn vakantie. Ik wil ook nog een beetje op gaan ruimen. Ik wil de kerstverlichting wil ik op gaan hangen. Ik wil de schuur wil ik opruimen. Ik wou nog tramhaltes omroepen maken. Inmiddels ben ik daar alweer bijna klaar mee. Gaat echt ontzettend snel gaat het. En dat zijn dus omroepen. En dan als ik dan Metro Simulator speel, dan hoor je de halte omroepen. Ik ben nu met Rijndam bezig. En daar heb ik al echt ontzettend veel van gemaakt. Ik moet voor mij nog één metro en een stuk of 3-4 tramroutes moet ik nog eventjes maken. Maar goed, ik heb er nou lekker de tijd voor. En er zijn er nog twee anderen. Die zijn ook ontzettend blij dat ik lekker thuis ben. Kijk, daar legt hij. Pokietootje. Hey, Bobo. Ben je ook blij, hè? Zo, wat een geel zeg. Hey. Ja, je zal wel moe wezen. Die heb echt de hele dag in zijn mandje gelegen. Ja, zo, kijk eens. Hup, zijn bek even open, helemaal open. Ja, kijk, het is net boven de kachel is het. Dus het is natuurlijk heerlijk om daar te liggen. Lekker warm, lekker dicht bij de kachel. Dus heerlijk. En even kijken waar het Driebel is. Ja, Driepie is daar zo. Driepie. Je ziet hem bijna niet. Het is zo donker. Maar goed, in ieder geval. Het is vakantie, jongens. En jullie kunnen dus een hele hoop vlogs verwachten op mijn kanaal.
Ik ga denk ik waarschijnlijk van het weekend ga ik me gewoon stevig inpakken. Want ik wil toch nog even naar buiten om te filmen. Want ja, dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan. En ja, daar heb ik echt wel weer zin in. Het is wel ontzettend koud. Dus ik moet even kijken hoe het gaat lukken. Of dat het gaat lukken. En als het niet gaat lukken, ja, pech gehad. Maar in ieder geval, ik ga het vlogs maken, jongens. Ik zal het beloven. Ik ga vlogs maken. En dan gaat het helemaal goed komen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.